vraag is hier hoe je aan deze transversfunctie die hoort bij dit schema kan zien welk soort filter het is. Hiervoor moeten we eigenlijk een bodemplot gaan maken. En daarvoor moeten we eigenlijk weten, we hebben hier 1, 0, 1 pol. Heb ik eerst de 0 en dan de pol, of eerst de pol en dan de 0? Laten we dus van dichtbij gaan kijken. De 0 zit op 1 gedeeld door R1, R2 over R1 plus R2 C. En de pol op 1 gedeeld door R1 C. Dit kunnen we herschrijven als 1 gedeeld door R1 C maal R1 plus R2 gedeeld door R2. R1 plus R2 is groter dan R2, dus dit is groter dan 1 over R1 C. Dat betekent dat we eerst de pol hebben en dan de 0. Dus als we de bodemplot gaan tekenen, hebben we een constante. Hier hebben we de pol en dan de 0. Dus wat zien we? Lage frequenties worden meer doorgelaten dan hoge frequenties. Als we naar de waardes gaan kijken van die transfertfunctie bij lage en hoge frequenties, laten we eerst bij lage frequenties gaan kijken, omega laag. Dan is de GV, de transfertfunctie, gelijk aan omega is klein, dus die omega is te verwaarlozen ten opzichte van de rest. Is 1 over R1 R2 gedeeld door R1 plus R2 C gedeeld door 1 over R1 C. Dus we krijgen nog enkel 1 over R2 over R1 plus R2 C. Dit is dus R1 plus R2 over R2. Nee, die C viel ook weg. Dus R1 plus R2 over R2 of 1 plus R1 over R2. Dus we krijgen bij lage frequenties een versterking. Want dit is groter dan 1. Dit is ook een actief component, dus dat is hetgeen die zorgt voor de versterking. Bij omega hoog, dus hoge frequenties, wat vinden we dan? Dan is omega domineert ten opzichte van de volgende, de andere term, dus dan krijgen we dat transfertfunctie 1 is, wat lager is dan dit, dus dan krijg je eigenlijk geen versterking, terwijl je hier een grotere versterking ziet. Je kan het ook rechtstreeks op het schema aflezen, dus voor lage frequenties. Lage frequenties, wat krijgen we dan? Voor lage frequenties is de condensator hetzelfde als een open keten. Dus ons schemaatje ziet er zo uit. De op-amp. R2. R1. Output. Input. En de grond. Deze negatief teruggekoppeld betekent geen stroom. En dit staat weer op Vs. En als we zien dat daar geen stroom is, kunnen we hier gewoon een spanningzeler toepassen. En Vs is dan R2 gedeeld door R2 plus R1 keer Vout. Of Vout over Vs is R2 plus R1 over R2. Wat we hier ook gevonden hadden. Bij hoge frequenties. Bij hoge frequenties is de condensator een kortsluiting. Dus het schemaatje dat we krijgen is de opamp VS, de tweede weerstand aan de grond. De eerste weerstand in parallel met een kortsluiting. En hier de output. Een weerstand in parallel met een kortsluiting, die kunnen we weglaten. Dus dat betekent dat hier de output staat. Negatief teruggekoppeld, dat betekent geen stroom. En die twee spanningen zijn gelijk. Dus Vout over Vs is gelijk aan 1. Dat is ook net wat we hier gevonden hebben. Dus
Hoge frequenties, lage frequenties controleren kan rechtstreeks op het schema of kan via eerste transfertfunctie berekenen en dan de bodemplot gaan maken. Als je natuurlijk een banddoorlaatfilter hebt, dan zal je vinden dat zowel lage als hoge frequenties tegengehouden worden en heb je nog tussenliggende frequenties, maar dan zal je meer dan één pool en één zeer hebben.